Welkom voor de mensen die hier nu live bij aanwezig zijn. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Welkom ook aan de mensen die de opname kijken. Want ik kan me voorstellen dat je geen tijd had of geen gelegenheid had om hier woensdag live bij aanwezig te zijn. De mensen die kijken komen uit allerlei verschillende hoeken. Sommige mensen kennen mij misschien al, andere mensen nog niet. Dus ik begin maar eerst even met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Desiree Manders. Ik ben internationaal life coach. Ik coach mensen over de hele wereld. Specialisatie is werken op onbewust niveau. Dus problemen, dingen die je lijken te blokkeren, zijn als het ware gedownload op onbewust niveau, alsof je een supercomputer bent. En op dat niveau kan je ook heel makkelijk veranderingen aanbrengen. En daar help ik mensen mee om dat voor elkaar te krijgen, over de hele wereld dus. Daarnaast ben ik ook Gabriel-methode coach. En voor de mensen die de Gabriel-methode niet kennen. De Gabriel-methode is ontwikkeld door een Amerikaan die John Gabriel heet. Die meer dan 100 kilo is afgevallen door zijn eigen methode. En die Gabriel-methode helpt mensen wereldwijd om af te vallen en op gewicht te blijven op een natuurlijke, liefdevolle, ondersteunende manier. Mijn telefoon zit hier te rinkelen. Neem niet kwalijk. Daar gaat deze webinar niet per se over. Dus deze webinar laat zich wel zien hier op de Gabriel-methode. Maar dit onderwerp van vanavond is van toepassing eigenlijk op allerlei vlakken in ieders leven. Namelijk waarom stilstand eigenlijk vooruitgang is. En daar gaan we het vanavond over hebben. Maar ik ga het ook wel over de Gabriel-methode hebben, omdat dat een heel mooi voorbeeld is over hoe zich dat uit in willen afvallen. Want ik denk dat we misschien allemaal wel kennen dat je niet helemaal lekker in je lijf zit, of misschien helemaal niet blij bent met hoe je eruit zit of hoe je je voelt. En dat ze allemaal op een bepaald moment wel iets eraan hebben gedaan om dat te proberen te veranderen. Of het nou was diëten, of dat je bent gaan sporten omdat je, misschien ben je een man en was het heel normaal om spieren te hebben. Was jij de enige die geen spieren had en dan ga je als een dolle naar de sportschool. Maar stilstand en vooruitgang kan ook te maken hebben met iets wat je misschien in je persoonlijke leven hebt willen bereiken. Misschien heb je je eigen bedrijf en merk je dat je daarin stagneert of lijkt te stagneren. Dus nogmaals, dit onderwerp is van toepassing op een heel breed gebied. Oké, ik kijk af en toe even naar rechts. Dat komt omdat ik hier een tweede computer heb staan. Hoe chic is dat? Ik heb gewoon twee computers. Waarbij ik even in de gaten kan houden wat de opmerkingen eventueel zijn. Goed, even een slokje water. Leuk dat jullie er zijn. Ik vind het hartstikke leuk om dit te doen. De reden dat ik dit nu zo online op de Facebookpagina doe, is omdat ik in mijn werk als Gabriel-methode coach, werk ik voor het team van John Gabriel. En in Amerika heet het de Gabriel Method. En in dat team van John Gabriel werk ik als een van de coaches die mensen wereldwijd begeleiden met dat toepassen van die Gabriel-methode. En ik ben ook een van de coach-specialisten. En in die hoedanigheid geef ik elke maand een presentatie online op Facebook. Op deze manier in een besloten groep mensen die methode in het buitenland volgen of over de hele wereld. En dat heet in het Engels de Ask Desiree Show. Hoe leuk is dat? Ze hebben er een show van gemaakt, hoe je het Amerikaans zijn. En het leuke daarvan is dat ik de kans krijg samen met nog andere mensen in mijn team. Ik doe het niet alleen. Een aantal van ons gespecialiseerde coaches geven maandelijks zo'n lesje eigenlijk, is het dat ik een uur lang online een presentatie geef, tips geef, kennis deel. En het is natuurlijk een hartstikke leuke manier om zo mensen te bereiken en iets weg te geven. Waar je wat van kan leren en waar je beter van wordt. Nou, hoe leuk is dat? En dat vind ik zo ontzettend leuk om te doen. Dat doe ik nu al ruim een jaar. Dat ik dacht, nou, dat moet ik toch ook voor mijn eigen groep mensen gaan doen. En voilà, hier de eerste avond. Oké, dan gaan we beginnen. Laten we beginnen met even een korte, wat je noemt een grondingsoefening. Want misschien heb je een hele dag werken achter de rug. Of misschien ben je op een andere manier gehaast. Ik heb al heel veel trainingen, lessen, webinars gegeven, presentaties gegeven. En ik heb er even zoveel, zo niet nog veel meer gevolgd. En ik weet uit ervaring dat als je gaat zitten en gaat luisteren naar iemand, dat je heel even een moment nodig hebt om te landen, als het ware. Want misschien zijn je gedachten nog overal of nergens. En voor je het weet mis je heel veel van de informatie die wordt gegeven. Bovendien wil ik eraan toevoegen dat het ook heel erg, wat is het woord dat ik zoek?
van invloed kan zijn wat je vindt van degene die de presentatie geeft. Dus ik wil je uitnodigen om hier met een open blik aanwezig te zijn. Want misschien zie je mij voor het eerst en denk je, oh, leuk type en wil je graag horen wat ik te zeggen heb. Misschien zie je me voor het eerst en doe ik je denken aan die hele vervelende collega die je jaren geleden had, waar je echt een hekel aan had. En onbewust vind je mij dan ook vervelend. Raar maar waar, maar zo werkt het. Dus misschien ken je me wel al. Misschien vind je mijn werk heel erg leuk en vind je het leuk om me hier weer te zien. Misschien ken je me al en heb je altijd een beetje zo'n gevoel van, heb je haar weer. Dus hoe dan ook wil je uitnodigen om dat nu los te laten. Ik ben enkel de boodschapper die je deze informatie geeft. Luister naar het verhaal en laat dat je helpen. Ongeacht de persoon die hier zit, Desiree. Maar laten we beginnen met een grondingsoefening. En die grondingsoefening is heel simpel. En wat je ervoor nodig hebt zijn je twee handen. Gebruik je twee handen om op jezelf te tappen als het ware. Helemaal over je hele lichaam als het gaat. Doe maar gewoon meteen mee op je hoofd. Je kunt het ook met je vuisten doen als dat fijn is. Je kunt je vuisten in je handen slaan. Dat heb ik al hoop bling bling trouwens. Ik zie mijn ring hier. Jeetje. Beweeg even. Sla jezelf hup naar beneden. Je billen, knieën, dijen. Misschien is het lekker om eventjes los te schudden. Even je nek vrij te maken. Even, misschien ben je alleen. Ga dan even lekker wapperen. Het is ook altijd een goeie om even te gronden. Even weer in jezelf te landen. Even bewegen. Even met je benen schudden. Een hele simpele grondingsoefening. Die je, blijf maar gewoon eventjes doorgaan. Die je hier zo kunt doen. Maar die je altijd overal eigenlijk kunt doen. Als je merkt, bijvoorbeeld als je op je werk zit. Of in een situatie waarbij je met je gedachten erbij moet blijven. En je merkt dat je gedachten alle kanten op gaan. Dan is dit een hele goede oefening om je even weer in je lichaam te helpen. Even te voelen dat je hier bent. Even je gezicht aan te raken. Voel je de spanning in je kaken misschien. Even vasthouden, even drukken. Of juist liefdevol zacht masseren. Als je niet in de gelegenheid bent om dat te doen, dat het er raar uitziet. Misschien op je werk of zo. Weet je wel, misschien heb je helemaal geen chaîne en ga je gewoon lekker zitten. Op jezelf zitten tappen of raar zitten bewegen op je stoel. Dat is prima als je gewoon uitlegt wat je doet. Als je daar niet zo gemakkelijk bij voelt, dan kun je gewoon even naar het toilet gaan. En dit duurde een minuutje misschien. Even een minuutje om eventjes in je lichaam te landen. Oké, voelt dat goed? Doen we nog even één laatste oefening. Voor degene die nu gehaast misschien erin komen. Ik voel wat spanning in mijn schouders na een hele dag werken. En jij misschien ook. Dus wat we gaan doen is even je heel diep inademen. Dan trek je je schouders zo hoog mogelijk op. Dan hou je ze vast een paar seconden. En dan laat je het met een zucht weer los. Gaan we even samen doen. Adem diep in. Trek op, trek op, trek op, trek op. Zo hoog mogelijk. Oh, dat ziet er heel raar uit. En dat is ook alweer grappig. Zo hoog mogelijk. Span het aan. Voel de spanning. Bouw de spanning op. En dan 1, 2, 3. Laat je het helemaal los. Voelt goed. Of niet? Nog een keertje. 1, 2, 3. Hal op, hal op, hal op, hal op. Spanning, 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 spanning. Hoger, hoger, hoger. Vaster, vaster. Verkrampter, verkrampter. En dan laat je het los. Oké, ook een hele makkelijke goede oefening om eventjes eigenlijk te erkennen dat je spanning hebt. Het even op te bouwen en dan weer los te laten. Kleine oefening. Oké, jongens, laten we gaan beginnen. Ik pak nog eventjes hier met deze computer erbij. Ik heb even een opmerking geplaatst in het opmerkingsscherm. Soms hapert de video, voor wat voor reden. Ik hoor trouwens ook dat ik video zeg in plaats van video. Sorry daarvoor, een klein spraakgebrek. Mocht u haperen, dan kan je gewoon eventjes boven in de statusbalk klikken waar Facebook staat. En dan klik een enter en dan ververst hij de pagina. Goed, wat gaan we doen? Waarom stilstand vooruitgang is? Nou, ik heb in de aankondiging gezet. Misschien herken je dit. Je bent een nieuwe methode aan het toepassen of wat voor methode dan ook aan het toepassen. En misschien gaat dat goed. Misschien gaat het een tijdje goed en merk je dat je een vooruitgang boekt. Misschien gebeurt er helemaal niks. Misschien gaat het een tijdje goed en merk je dan dat er stilstand is. Of misschien gebeurt er helemaal niks en lijkt het alsof je in stilstand blijkt te staan. En ik vond het een heel leuk onderwerp om het daarover te hebben. Omdat ik in mijn werk als coach dat heel vaak tegenkom. Dat mensen ergens aan beginnen, vol enthousiasme ergens aan beginnen.
Of het nou om afvallen gaat of iets anders bereiken in hun leven. Meestal gaat het ook over grote beslissingen zoals verhuizen of een andere baan zoeken. Mensen merken dat ze beperkingen hebben op een bepaald vlak. Beperkingen in de zin van beperkende gedachten. Daar gaan ze dan mee aan het werk en die beperkingen verdwijnen voor een gedeelte. En dan gaat het goed en ze voelen zich fijn en dan op een goed moment lijkt er niks meer te veranderen. En dat is het moment waarop de meeste mensen afhaken, helaas. Want het is weer niet gelukt. Zo mijn best gedaan, ik heb er zoveel tijd in gestoken, ik heb er zoveel geld aan besteed en het is weer niet gelukt. Zie je wel? Herken je dat? Ik hoop het niet, want dat zou jammer zijn, maar misschien herken je het wel. En ik zeg, die stilstand, dat is juist vooruitgang. Die stilstand kan je ook zien als een plateau. Een collega van mij gebruikte onlangs de metafoor van bergbeklimmers. Dat vond ik een hartstikke mooie, want stel je gaat een berg beklimmen. Stel je maar gewoon voor, een kleine berg of een enorme berg. Hoe dan ook, als je een berg gaat beklimmen, dan ga je ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent. Je zorgt ervoor dat je goede schoenen hebt, dat je de juiste kleding hebt, dat je touwen bij je hebt of andere gereedschap die je nodig hebt om die berg te beklimmen. Je zorgt erbij dat je wat te eten en te drinken bij je hebt. Je gaat dus goed voorbereid aan dat plan beginnen. Met elk plan wat je, kun je vertalen naar elk plan in je leven. In dit geval bergbeklimmen. Dus je zorgt ervoor dat alles gepland is. Je zorgt ervoor dat je in de juiste periode die berg gaat beklimmen. Je zorgt ervoor dat je de juiste begeleiding hebt misschien. Het is een vooropgesteld plan. Dan komt de dag dat je gaat beginnen aan het beklimmen van die berg. Misschien heb je al getraind daarvoor, je hebt je voorbereidingen gedaan en dan ga je de berg beklimmen. En in het begin gaat het waarschijnlijk makkelijk. En gaandeweg wordt het steeds zwaarder, want de lucht wordt ijler en je gaat steeds hoger. Je moet meer inspanning leveren. Maar je blijft doorgaan, want je weet dat jouw doel is het bereiken van de top van die berg. En dan ergens op een goed punt op die berg, misschien halverwege die berg, is er een plateau. Is er letterlijk en figuurlijk een plateau, een platform waar je even rust moet nemen. Omdat je even, weet ik veel, wat moet eten en drinken. Omdat je handschoenen aan of uit moet trekken, omdat je even op adem moet komen. Bij het beklimmen van die berg neem je dus even een rustpauze ergens. Of misschien is het wel een gigantische berg die je beklimt en is dat je basiskamp. Dan ga je er overnachten, zet je tentje op en blijf je er zelfs wat langer. Misschien blijf je er wel een weekje. Dat is het plateau. En na die rustpauze op dat plateau klim je weer verder de berg op. En misschien is het een makkelijk stuk, misschien wordt het steeds moeilijker omdat het weer slecht is. En op een goed moment zal je weer een plateau bereiken en neem je weer rust. Of als het een kleinere berg is, bereik je misschien de top, neem je daar je rustpauze. Om te overzien en misschien even terug te kijken naar de weg die je al hebt afgelegd. En misschien te gaan beraadslagen hoe je de weg terug weer gaat nemen. Makkelijker, de afdaling. Vond ik een hele mooie metafoor. Maar wat doen we nou met z'n allen in ons dagelijks leven? We hebben een doel, daar werken we naartoe. Daar hebben we de instrumenten voor of de voorbereidingen om dat te bereiken. Misschien wil je inderdaad blokkades in je leven oplossen en ga je naar een coach toe. Dan zijn dat je voorbereidingen. Of je denkt erover na hoe je dat gaat aanpakken. Of misschien wil je iets bereiken op je werk en werk je daar naartoe. Dus we beginnen met een plan en een doel wat we willen bereiken. En dan gaan we aan het werk. En in het begin gaat het misschien makkelijk en na een tijdje wordt het moeilijker. En dan bereik je het plateau. En in plaats van je te realiseren dat dat je rustpunt is, gaan we denken, het is te moeilijk, het is niet gelukt, ik heb het niet gered. Jammer zeg. En dan hupkappen we ermee. Ik denk dat het ook zeker te maken heeft met onze westerse maatschappij, die heel erg gericht is op prestatie. En heel erg gericht is op kijken naar een ander. Kijken naar wat een ander heeft. En oh, dat wil ik ook. En jezelf vergelijken met een ander. Oh, die ander is beter dan ik. Of slechter dan ik. Wat dacht je daarvan? Marjolein, die net hier ook even was, heeft daar vandaag iets over gedeeld. Dat wij met ons denkende brein, met ons ego gaan vergelijken. En dan denken, nou, ik ben veel verder geavanceerd dan die ander. En dan misschien daar iets van vinden. Maar heel vaak is het tegenovergestelde, het verhaal. Dat we gaan denken naar die ander. Gaan ons vergelijken met die ander. En die heeft het wel. Of zo lijkt het. Want weten wij veel wat er speelt bij die ander. Die heeft het misschien net zo moeilijk als jij. Maar dat is wat wij doorgaans, eventjes generaliserend doen. We gaan misschien een doel voor onszelf stellen. Dan gaan we ons vergelijken, meten aan anderen. Dan denken we, die ander is veel succesvoller dan ik. Dat gaat mij nooit lukken. En dan zijn we klaar om op te geven. Ik zeg, doe dat niet. Geef niet op. Ga lekker door.
Dat plateau waar ik het over had, die stagnatie, die ogenschijnlijke stagnatie, ik gebruik het woord ogenschijnlijk heel graag, want wat is er nou echt aan de hand? Hè? Onze ervaringen uit het verleden, die plakken we op elke ervaring in het heden. En dan gaan we ervaringen in het heden meten aan ervaringen in het verleden en dan zeggen we, zie je wel. En dat gebeurt meestal op onbewust niveau. Bewust heb je dat niet eens zo heel erg door. Dus die stagnatie is eigenlijk een punt waarop je even, een eikpunt, een punt waarop je kan evolueren. Moeilijk woord. En vergelijk het met een weekend. Even ervan uitgaan dat jij een gewone werkweek hebt of een gewone week waarin je je dingen doet. Dan is op een goed moment is het weekend. Laten we voor het gemak er even van uitgaan dat je een baan hebt en misschien fulltime werkt. En dan, tenminste dat deed ik toen ik nog een fulltime baan had. Of tenminste nog op kantoor werkte. Ik heb nu ook een fulltime baan, maar toen ik nog op kantoor werkte, keek ik heel erg uit naar het weekend. Telde nog net niet de dagen. Eigenlijk wel. Tot het weekend. Dat weekend, dat hebben wij voor een reden. Want je hebt namelijk na die 5 dagen intensief werken, nadenken, wat je dan ook doet, heb je die 2 dagen nodig om weer even bij te komen. Dat is je rustpunt. En dan weet ik heus wel dat de meeste mensen op zaterdag de hele dag bezig zijn met boodschappen doen. Of als je kinderen hebt, moet je misschien naar een hockeywedstrijd. Of weet ik veel, zaterdag is zo'n dag waarop je meestal nog druk bezig bent. Maar de meeste mensen zijn in staat om in ieder geval 1 van die 2 dagen complete rust te nemen. En die rust die heb je nodig om je hoofd weer even leeg te maken, je lichaam te ontspannen, misschien te gaan sporten en te bewegen, even iets anders te doen. Zodat je er maandag weer tegenaan kunt. En dan zijn we hier in Nederland gelukkig gezegend met heel veel vrije dagen ook nog een keer. Dus je kunt ook op gezette tijden een midweek vrij nemen of een hele week vrij nemen of in de zomer 6 weken vakantie nemen. En die heb je dan ook echt nodig, want dat is je rustpunt waarop alles zich weer kan herstellen, zodat je weer met goede moed aan het werk kan gaan. Jaren geleden, nog lang voordat ik coach werd, heel lang geleden, ben ik ooit een baan kwijtgeraakt. En toen heb ik alles aangepakt wat ik kon. En ik werkte een beetje hier en een beetje daar. Ik werkte als hostess. En ik werkte ook parttime op kantoor als secretaresse. En als hostess moest ik parfum sprayen op mensen op Schiphol. Niet zomaar natuurlijk, het was om een parfummerk aan te prijzen. Ik heb bij een autoshow gestaan, ja, heel lang geleden toen ik nog paste bij autoshows. Maar omdat ik toen alles aanpakte, ik was alleenstaand en ik moest mijn eigen kostje verdienen. Omdat ik alles aanpakte en als hostess ben je, als je bereid bent om te werken, word je overal nergens ingezet. Toen was op een goed moment heb ik een keer bijna 3 weken achter elkaar non-stop gewerkt. Want ik stond op de huishoudbeurs, de hele geleden huishoudbeurs, en die parfum sprayen en op kantoor werken. En ik was een stuk jonger, nou, dat kan ik allemaal wel aan. Nou, geloof me. Weet je, op de zoveelste dag, na bijna 3 weken, viel ik gewoon om. Dat is gewoon niet vol te houden. Je lichaam heeft een rustpunt nodig om weer even te kalibreren, bij te komen, een reset te hebben. Dus dat is het plateau. Het plateau of de stagnatie of de stilstand is niks anders dan pas op de plaats waarop je weer even kunt voelen, herkennen, erkennen wie je bent en wat je nodig hebt. Ik kijk heel even naar rechts om te kijken of er iemand is die iets wil zeggen, vraag heeft. Nee, dan ga ik even een slokje water nemen. Goed, als we het voorbeeld dan nemen van afvallen bijvoorbeeld. Als Gabri-methode coach begeleid ik dus mensen in het helpen bij het stoppen met lijnen eigenlijk. Gabri-methode is geen dieet. Gabri-methode is een levensstijl. Een levensstijl waarbij je gaat toevoegen, waarbij je blij bent met jezelf, waarbij je gaat kijken naar wat er weer goed is in het leven en in je eigen leven. En de meeste mensen die de Gabri-methode volgen, hebben een leven lang van diëten achter de rug. En die zijn erachter gekomen dat diëten niet werken. En dan komen ze bij de Gabri-methode, omdat ze weten dat diëten niet werken, maar ze hebben nog steeds last van het overgewicht en daar willen ze graag van afkomen. En daar begeleid ik de mensen bij. Ik begeleid de mensen om te kijken naar de mentale, emotionele, energetische, spirituele aspecten. Dus volg je hart bijvoorbeeld, fysieke aspecten die ervoor zorgen dat iemand ogenschijnlijk dat gewicht niet kan verliezen. En daar werken we doorheen en dan gaan we nieuwe dingen toevoegen in het leven, een nieuwe visie nemen, zorgen dat het lichaam gevoed wordt, zorgen dat de geest gevoed wordt. En zo gaan we toewerken aan het weer
heel laten zijn van de mens. En dat werkt ontzettend goed voor bijna iedereen die het volgt. Ik zeg bijna iedereen, want je moet het wel kunnen toelaten. En wat ik merk, waar de meeste mensen mee worstelen die de GABA-methode volgen, is dat ze gewend zijn om te diëten. Ze zijn gewend om zichzelf wat te ontzeggen. En ja, dat klopt. Als je inderdaad 500 calorieën op een dag gaat eten, dan val je uiteindelijk wel vanaf. Maar daar schiet je lichaam heel erg van in de stress. Het lichaam heeft een bepaald aantal calorieën nodig om te kunnen functioneren, om je hersens te laten werken, om je hart te laten pompen, bloed door je hart te laten pompen. Dus het lichaam gaat daarvan in de stress. En op het moment dat mensen dan stoppen met dieet of weer een beetje normaal gaan eten, gaat dat lichaam alles wat het binnenkrijgt vasthouden. Want het heeft namelijk zojuist een hongerwinter overleefd of hongersnood overleefd. Dus mensen die leven lang diëten, komen doorgaans na elk dieet een beetje aan. Soms heel veel. En het heeft te maken met die overlevingsstand van het lichaam die alles wat binnenkomt vast gaat houden voor een volgende keer als er weer te weinig eten is. Dus ik begeleid die mensen in het weer leren op een andere manier het lichaam te voeden en te ondersteunen. Niet alleen het lichaam, maar ook de geest en je denken. En daar begeleid ik ze mee. Binnen de GABA-methode moedigen we het plateau dus aan. Dus mensen gaan beginnen met de GABA-methode, vallen een beetje af of vallen misschien helemaal niks af, snappen helemaal het principe van die GABA-methode. Het is geen dieet, je gaat toevoegen om jezelf weer in normale staat te brengen. Maar allemaal zeggen ze na een maand, twee maanden, nou het werkt niet voor mij. Nee, dat is het plateau. Ben je afgevallen? Nee. Ben je aangekomen? Nee. Nou, nog veel beter. Je bent niet aangekomen. Je staat dus stil op dit moment. En die stilstand moedigen we aan, omdat dat het moment is waarop je dus niet meer aankomt. In het geval van afval hebben we het nu even over, hè? Maar die stagnatie kan je breder trekken over heel veel onderwerpen in het leven. Maar in het geval van afvallen kom je niet meer aan, maar blijf je stabiel. En die stabiele periode heeft het systeem, je lichaam nodig om alle veranderingen die mensen die die methode dus volgen, te kunnen toepassen en toelaten. Datzelfde geldt met alles wat je wil bereiken. Dus stel jij bent een nieuw bedrijf begonnen. Als je een nieuw bedrijf begint, het kost 2-3 jaar om op de rit te komen. Dat is niet in 2 weken tijd. Oh, er zullen heus wel uitzonderingen zijn van mensen die overnacht heel succesvol zijn, maar doorgaans heb je zeker 2 jaar de tijd nodig om iets op te bouwen in een bedrijf. Of als je een nieuwe baan hebt, iedereen die ooit wel eens meerdere banen of één of meerdere banen heeft gehad, dan weet je dat in de eerste 2-3 maanden is er niks aan in je nieuwe baan. Want je kent de systemen niet, je kent de mensen niet, je voelt je ongemakkelijk, want alles wat je zo goed wist in je vorige baan, weet je hier helemaal niet. Dat heeft tijd nodig. En is het zo makkelijk om na een maand te denken, ach, ik heb de verkeerde keuze gemaakt, ik ben zo ongelukkig hier. Terwijl als je het even een kans geeft, na die 2-3 maanden, en je gaat systemen kennen en mensen leren kennen, je voelt je meer op je gemak, dan gaat het ineens weer wel. Of je komt er alsnog achter dat je verkeerde keuze hebt gemaakt, dat kan natuurlijk ook. Maar het feit blijft dat je even tijd nodig hebt om over dat dode punt heen te komen. In het geval van het lichaam, is het zelfs zo dat je cellen zich elke zoveel weken, maanden, jaren vernieuwen. Dus alle cellen in je lichaam functioneren. Sommige cellen sterven af en die worden dan weer vernieuwd. Ik heb hier voor me even een uitdraaitje gemaakt. Ik heb dat ergens op het internet geplukt. Dat je DNA vernieuwt zich om de 2 maanden. Je huid wordt maandelijks geheel vernieuwd, vooral 's nachts. Belangrijk dat je goed slaapt. Je lever vernieuwt zich elke 6 weken. Je maagwand wordt vernieuwd in 5 dagen. Je hersenen worden in 1 jaar vernieuwd. Je bloed wordt in 4 maanden vernieuwd. Je spiercellen worden eens per 6 maanden vernieuwd. En er wordt zelfs door sommige wetenschappers beweerd dat ons gehele fysieke lichaam in 8 jaar tijd geheel vernieuwt. Dus als het gaat om, even als voorbeeld, afvallen, realiseer je dan dat elke dag eigenlijk een nieuwe dag is, omdat er elke dag nieuwe cellen worden aangemaakt. Dus alles wat je ooit hebt gedaan, gedacht, hebt toegepast op je lichaam, dan kan je gewoon elke dag weer voor iets nieuws kiezen, want elke dag is een nieuw moment om dat toe te gaan passen. Maar ook daarin heeft je lichaam, in het geval van afvallen, tijd nodig. Ik sprak vanochtend een klant, die had het over voedingssupplementen en ik vertelde haar, realiseer je dat als je voedingssupplementen gaat nemen, dat het ongeveer 3 weken duurt voordat dat in je systeem wordt toegelaten, geabsorbeerd en je de effecten ervan gaat realiseren.
Dus dan hebben we het nu over voeding, maar nogmaals, hetzelfde geldt ook als je bijvoorbeeld je eigen bedrijf begint. Als je je eigen bedrijf begint, dan heb je de tijd nodig om systemen te leren kennen, je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, je reclame te maken, klanten te werven, wat je dan ook doet in je bedrijf. Dat heeft tijd nodig. Logisch, toch? En soms heeft het wat meer tijd nodig. En soms heeft het wat minder tijd nodig. Maar om te gaan stoppen op het moment dat er ogenschijnlijk niks verandert, is natuurlijk eeuwig zonde, want dan weet je niet wat er verder nog mogelijk was. Dus het gaat hier om, mensen zijn dynamische wezens. Onze lichamen zijn dynamisch, niet statisch. Onze gedachten zijn dynamisch, niet statisch. En met dynamisch bedoel ik dus constant in beweging. Geen één dag is hetzelfde. Dus verwacht ook niet dat dingen in een dag veranderen. Verwacht ook niet dat dingen in een week of een maand of een jaar veranderen. Dat is een steeds vloeiend proces met dingen die je wil veranderen. Dus gebruik dat plateau. Als je dit herkent en je bent misschien iets aan het proberen te veranderen in je leven. En het lijkt goed te gaan, maar niet snel genoeg te gaan. Omhels het plateau, alsjeblieft. Want het plateau, de stagnatie, de ogenschijnlijke stilstand, is gewoon jouw systeem, je denken, je lichaam, je zijn, dat wat je gelooft over jezelf en de wereld, dat hele systeem, die supercomputer die jij bent, heeft af en toe even een rustpauze nodig. Net zoals jij, de mens, dat weekend nodig hebt om bij te komen, of die week, of die vakantie nodig hebt om bij te komen, heeft jouw hele systeem, wat dus een dynamisch proces is, een dynamisch systeem is, heeft af en toe even tijd nodig om even bij te komen. Even diep adem te halen. Los te laten. Even niets te doen. Laatst vroeg ik aan een klant in de ideale wereld, wat zou je dan het liefste doen? En toen bleef ze stil en ze moest eigenlijk bijna van huilen, omdat ze zei, ik weet niet eens waar ik blij van word. Ik weet niet eens wat ik in een ideale wereld zou doen. Toen zei ik, nou, ik weet het wel. In een ideale wereld zou ik heerlijk niks doen. Waarschijnlijk niet de hele tijd, maar als ik niet de druk zou voelen, die we volgens mij allemaal wel voelen, van ik moet mijn geld verdienen, want de hypotheek moet betaald worden, of ik heb mijn eigen bedrijf, hè, dan heb je nog een keertje extra druk, want er moeten wel klanten komen, en je moet wel centjes verdienen. Als die druk er weg zou zijn, en ik zou gewoon kunnen doen wat ik zou willen, dan zou ik heel vaak gewoon niets doen in de zin van ontspannen. Ze zetten grote ogen op, kan dat ook? Ja. Maar gewoon zeggen dat je het fijn vindt om niks te doen. Toch, daar is niks mis mee. En ik weet niet of ik in een ideale wereld de hele dag niks zou doen. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zou ik nog steeds heel actief zijn. Maar het idee dat de druk weg is en dat je gewoon heerlijk kunt ontspannen. Dat is denk ik belangrijk. Ik kijk heel eventjes naar mijn publiek. Wat leuk. Er zijn inmiddels een aantal mensen meer die live zijn meekijken. Hallo, welkom. Ik kijk even op zijn dat hier een tweede computer staat en dan kan ik de opmerkingen zien. Voordat ik verder ga, kom ik even boven om wat adem te halen. Ik zou het heel leuk vinden om van jullie te horen. Is er iemand die dit herkent? Is er iemand die hier iets over wil zeggen of een vraag over heeft? Ik heb nu de moment om hem even te stellen. Je kunt gewoon hier in de opmerkingenvenster hier beneden staat opmerking plaatsen. Leuk, duimpje omhoog, een opmerking plaatsen. Kan je een opmerking plaatsen en even een vraag stellen als je wil. Neem even een slokje water. Wel grappig om mezelf in vertraging hiernaast te zien. Oké, ik zie even geen opmerkingen en kijk straks weer even verder. Oké, dus. Stilstand is goed, omdat het je een moment, het geeft jou een moment om even te kalibreren, af te stemmen, te voelen met je systeem. En ik noem een mens een systeem voor een reden, omdat het echt een systeem is wat samenwerkt. Je hebt je ego, je denkende brein, je hebt je hart, je intuïtie, je hebt je fysieke lichaam. We hebben allemaal zoiets als een ziel of een verbinding met het hogere zelf, dat kunnen we allemaal wel voelen, dat er iets anders is dan alleen dit, Desiree in dit geval. Je hebt allemaal aspecten in jezelf zitten. We hebben allemaal een creatief deel die ons helpt om oplossingen te vinden. We hebben allemaal een kritisch deel in onszelf. We hebben allemaal
een deel, hoe zeg je dat nou, een creatief deel, een kritisch deel. Je hebt allemaal een deel wat de praktische kant van dingen aanziet. We hebben allemaal onze emoties, je hebt allemaal aspecten in jezelf. Dus met elkaar is dat een systeem wat samenwerkt. En op het moment dat je denkt dat je stilstand ervaart, nogmaals, omhels het en zie het als een gouden kans. Het is jouw kans om even te horen en te voelen, ah, mijn systeem moet even op adem komen. Adem diep in en bouw wat rust voor jezelf in. Ik spiek heel eventjes op mijn blaadje hier voor me. Want ik heb opgeschreven, gebruik dat plateau om op adem te komen en te bepalen wat je systeem nodig heeft. Want het is, je systeem trekt even aan de bel. We moeten even pauze nemen. Oké, we nemen even pauze. Wat heeft mijn systeem nodig? Wat hebben de aspecten in mij of één aspect in mij nodig op dat moment? Is het rust? Moet ik eventjes niks doen, zoals Desiree? Heb ik goede voeding nodig? Krijg ik wel genoeg te eten? Eet ik voeding van hoogwaardige kwaliteit? Heb ik misschien emotionele voeding nodig of spirituele voeding? Of voeding in de vorm van een uitdaging? Misschien heb je behoefte om weer iets te gaan studeren of een goed boek te lezen? Dat is ook een vorm van voeding. Heb ik misschien ruimte nodig? Heb je misschien de behoefte om je even terug te trekken? Om even een weekendje alleen weg te gaan? Noem maar wat. Telefoon even eruit te offline te gaan. Dus hoe kun je... Dat is het moment waarop je kunt afvragen... Oké, hoe kan ik gecommitteerd blijven aan dit wat ik wil bereiken op een ontspannen manier? Want kennelijk heb ik even een adempauze nodig. Realiseer je trouwens ook dat die stagnatie of dat plateau, ik vind plateau een heel mooi woord, omdat het me dus doet denken aan dat bergbeklimmen, dat je echt even zo'n rustpunt hebt op die berg. Dat plateau, dat kan soms lang duren hoor. Soms duurt een plateau een paar dagen, maar het kan ook een paar maanden aanhouden. En is dat dan erg? Nee, geef niet op. Voel bij jezelf, alsjeblieft. Of ga bij jezelf te raden. Is het doel wat ik nastreef nog steeds het juiste doel voor mij? Als je een ja voelt daarop, of volmondig ja kan zeggen, omhels dan het plateau. Want dan is gewoon dat de ruimte die je nodig hebt om langzaam maar zeker verder te kunnen gaan. Misschien biedt het plateau de ruimte om even bij jezelf te voelen, na te gaan, dat dit niet het juiste pad is om te volgen. Of dat je wel iets ongeveer zo wil doen, maar misschien even een andere richting wil aannemen. Als je niet dat rustpunt zou hebben of nemen, dan ga je misschien als een kip zonder kop door om er vervolgens achter te komen. Oh, dit wou ik eigenlijk helemaal niet. Dus het is hartstikke goed om even dat rustpunt te nemen. Om even te voelen, wat heb ik nodig, wat wil ik? Stel nou dat je aan het bezig bent met je lichaam, omdat je van je overgewicht af wil. En je ervaart een plateau. Op dat moment zou ik zeggen, op dat moment zou ik zeggen, ga kijken naar wat je eet. Eet ik nog genoeg en eet ik voeding van hoge kwaliteit? Ga meer eten. Dat klinkt misschien heel raar, maar zo'n plateau kan ook betekenen dat jouw systeem denkt, oké, er is geen hongersnood, dat is goed, maar ik voel me nog steeds niet helemaal zeker. Ik heb wat meer nodig gedurende de dag. Daar wil ik je graag bij helpen trouwens. Hoor. Je kunt altijd contact met me opnemen. Of je kunt naar een voedingsdeskundige gaan om je daarmee te helpen. Als je het lastig vindt om daar de juiste keuzes in te maken. En dat durf ik zo te stellen. Dat het lastig is om juiste keuzes te maken. Niet omdat ik twijfel aan het feit of mensen wel of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar als je een geschiedenis van diëten achter de rug hebt. Dat is mijn ervaring. Na zoveel jaar mensen over de hele wereld te begeleiden. Maakt dus niet uit of je uit Australië of uit Appelscha ergens komt. Dan is je relatie met voeding verstoord. En de meeste mensen zeggen, ik weet alles over voeding, kan er een boek over schrijven. Maar ontspannen eten is er bij de meeste mensen niet meer bij. En als je niet ontspannen met voeding om kunt gaan, dan zou het maar zo kunnen zijn dat je niet genoeg binnenkrijgt of niet de juiste voeding binnenkrijgt. Dus plateau met afvallen, ga kijken naar wat eet ik over een dag, krijg ik genoeg binnen. Als je je plateau ervaart, in welk gebied in je leven dan ook, ga naar kijken naar de verbinding met jezelf. In plaats van jezelf alles op te leggen, en nogmaals als we weer even het voorbeeld geven van af willen vallen,
dan kan je denken van, oh, ik val niet meer af of niet genoeg af. Ga ik nog maar wat harder sporten. Dan ga ik maar 4 keer naar de sportschool in de week. En dan ga ik nog maar meer salades eten. En elke dag maar een groene smoothie doen. Misschien val ik dan wel af. Dat voelt helemaal niet ontspannen. Waar is de verbinding met jezelf? Als je, en dit is dan het voorbeeld van afval hoor, maar het kan net zo goed. Nou, als we het voorbeeld van een eigen zaak hebben. Dat je denkt, oh, ik ben zo lang bezig en het levert nog niks op. Waar is de verbinding met jezelf? Wat wil je echt doen? Wat wil je bereiken? Waar zie je jezelf in de verre toekomst of de nabije toekomst? En als je gaat verbinden met dat wat je werkelijk wilt, fake it till you make it. Doe maar net alsof het een fantasiewereld is. Hè. Stel je stapt morgen uit je bed, je stapt uit je huis en je stapt zo in La La Land, of hoe noem je dat? Sprookjesland. Wat zou je dan doen? Dat is een heel mooi manier om te gaan voelen bij jezelf, wat wil ik nou werkelijk, of het nou kan of niet. En als je gaat focussen op wat je werkelijk zou willen in je leven, dan als vanzelf kom je in beweging. En als het gaat bijvoorbeeld over je ideale lichaam, als je gaat denken, oké, maar dat zou een normaal ideaal lichaam zijn voor mij, dan ga je vanzelf merken dat je meer behoefte krijgt om te gaan bewegen. En misschien is het dan niet 4 keer in de week naar de sportschool, maar misschien wil je lekker zwemmen of op dansles gaan. Dan ga je veel eerder meebewegen met dat wat je wel wil. Dus die verbinding, maak de verbinding met jezelf. Overal waar je merkt dat je ogenschijnlijk stagneert, neem even de tijd om te kalibreren, om even weer op hetzelfde trainingsniveau met jezelf te komen. En te voelen, wat wil ik? Wat zou ik in de ideale wereld willen? En wat moet ik ervoor doen daar te komen? Een andere truc die je kunt gebruiken, methode die je kunt gebruiken is, neem even een pauze, doorbreek de routine. Dus misschien doe je elke dag hetzelfde, of elke week hetzelfde, om dat doel te bereiken waar we het nu over hebben. Dus je bent bezig om het doel te bereiken en dan lijkt je te stagneren. Doorbreek die routine. Dus wat in je dagelijkse routine houdt jouw vooruitgang tegen? Misschien is het dat je te gehaast aan je dag begint, zodat je eigenlijk de hele dag achter de feiten aanloopt. Misschien ben je een van die mensen die als eerste zijn telefoon checkt. Zijn er nog berichtjes? Wat is er op Facebook te zien? Wat heb ik gemist? En dan begin je eigenlijk al gehaast met je aandacht naar buiten gericht. Dus doorbreek dat patroon, dan zou het kunnen helpen om bijvoorbeeld 's ochtends even 5 minuten eerder op te staan. Uitdaging voor sommige mensen. Om 5 minuten eerder op te staan en te gaan mediteren. En mediteren, dat kan dus in 5 minuten. Dat betekent echt niet dat je een uur lang met je benen in kleermakers zit, op een kussentje moet zitten. Mag ook. Hartstikke goed als dat de manier is die bij je past. Maar het kan ook helpen om gewoon even in rust te zitten. Je kunt het ook onder de douche doen. En je aandacht te richten op het liefst helemaal niks. Maar misschien kan je aandacht richten op wat je wil bereiken die dag. Dankjewel dat alles makkelijk gaat vandaag. Of je aandacht te richten op dankbaarheid. Of je aandacht te richten op je ademhaling of op je hart. Om even in rust die dag te beginnen. In plaats van te laat en achter de feiten aan te lopen. Geloof maar, als je aan het begin van de dag, laten we zeggen 5 minuten, kunnen minder of meer zijn, even een moment voor jezelf neemt. En in die 5 minuten afstemt op rust en dat wat je wel wil, dan loopt je dag heel anders. En diezelfde 5 minuten kan je ook gedurende de dag nemen. Dus stel je hebt een drukke kantoorbaan misschien. En misschien ren je wel van de ene vergadering naar de andere. Wanneer moet je dan in godsnaam mediteren? Want als je klaar bent met werken moet je ook nog boodschappen doen. En je vrouw ophalen, je man ophalen, kinderen ophalen, koken. Toestanden, we kennen allemaal de hectiek van de dag. Wanneer moet je dan mediteren? Nou, dat kan je dus gerust ook overdag doen. Want op een goed moment moet je een keertje plassen. Ik weet het zeker. Of misschien wel grote boodschap doen. Dan heb je even een paar minuten voor jezelf. En dan ga je gewoon, terwijl je op het toilet zit, even ontspannen. Richt je aandacht op iets neutraals. Denk aan een kleur, een geur, een bloem, een dier, je favoriete auto, je vakantiebestemming. Dat is ook mediteren. Dus doorbreek je patronen. Wat doe je altijd hetzelfde elke dag dat je vooruitgang stagneert? De andere die ik heb opgeschreven is neem rust. Als je heel gehaast bent, neem eens rust. Doe eens even niks. Ga zitten met een boek in de hoek of met een kruiswoordpuzzel. Of ga naar buiten zitten staren. Liever geen tv kijken, want dat is geen rust nemen. Dan is je systeem reageert op de beelden die ziet. Maar het zou heerlijk zijn om gewoon even rust te nemen, even niets te doen. Of iets een legpuzzel. Dat is ook een vorm van meditatie trouwens. Ben je met je aandacht met die puzzelstukjes bezig en niet met het geblablabla in je hoofd. Dus neem rust of ga juist bewegen.
Beweging, daar krijg je, daar maak je pretstofjes aan, ga je beter door voelen. Zet je letterlijk dingen in beweging. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Heel eventjes naar buiten lopen, blokje omlopen werkt ook al. Als je wel meer behoefte hebt aan meer beweging, ga je lekker sporten. Of zoals ik al zei, je gaat lekker dansen. Maar hou het klein en maak het makkelijk. Bij alles, niet alleen bij afvallen, waar ik het over heb, het is echt van toepassing op alles in je leven. Even bewegen, zet je letterlijk en figuurlijk in beweging. En dan het laatste punt die ik hier heb opgeschreven is luister naar je gedachten. Dat is een interessante. Wat denk jij? Wat denk je over jezelf en wat denk je over de wereld? En ik ben NLP geschoold. NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. En dat behelst eigenlijk de drie dingen die mensen nodig hebben om te kunnen functioneren. Dus je voelt het, je gebruikt woorden en je programmeert jezelf. En zo ga je door het leven even heel erg gechargeerd. Maar binnen die leer van de NLP kennen ze zoiets als een towards en een away from. En dat is heel chic Engels voor ergens naartoe bewegen of ergens juist bij vandaan blijven. Dus als we het nu hebben over stagnatie is eigenlijk vooruitgang. Je probeert een doel te bereiken en het gaat niet snel genoeg of het lijkt niet te lukken. Waar focus jij je gedachten op? Focus jij je gedachten op het lukt me maar niet om? Of focus jij je gedachten op, ik ben benieuwd wat er nog meer mogelijk is om? Dus het lukt me maar niet om, dat is een away from. Of bij afvallen, ach ik blijf maar dik. Dan focus je op wat je niet wil, namelijk overgewicht. Of en als je een eigen bedrijf hebt, ach het lukt maar niet om zoveel omzet te draaien. Dan focus je dus weer op wat er niet is. En luister daar eens naar. En ga er eens mee aan de slag. Ga er eens mee spelen om het the away from. Het lukt me maar niet om. Of ik heb nog steeds wat ik niet wil. Dat zijn dus de dingen. Je focus je dan op waar je eigenlijk bij weg wil blijven. Om die om te draaien naar het positieve. Dus in het geval van eigen bedrijf. Laten we dat even gebruiken. Je wil een omzet van 70.000 euro dat jaar draaien. En je hebt maar 50.000 euro. Jammer zeg. Dan focus je, als je blijft hangen in het, oh het is maar 50.000, dan focus je aandacht op dat wat je niet hebt, namelijk die 70.000. Hoe je dat om kan draaien, door een towards ervan te maken, dat je gaat denken, mijn doel is om een omzet van 70.000 euro te genereren. En ik vraag me af wat ik moet doen, wie ik kan zijn, wat ik kan, naar me toe kan trekken om dat doel te bereiken. Dat is ergens naartoe werken, dat is een towards. Als het gaat om afvallen bijvoorbeeld, hoeveel mensen ik spreek die zeggen, ik voel me zoveel beter nu ik de Gaber-methode voel. Ik voel me zoveel lichter en beter en energieker, maar ik weeg nog steeds kilo. Dus dan is die aandacht nog steeds op dat wat er niet is. Of dat wat er wel is in dit geval, namelijk de zoveel kilo. En wat er dan niet is, is de zoveel kilo lichter. En daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat ze zich zo geweldig voelen door het volgen van de methode. Wat de omgekeerde positieve towards dan zou zijn is, jeetje wat fijn, ik voel me zoveel beter, ik heb zoveel meer energie. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is om ervoor te zorgen dat mijn lichaam zo gaat ontspannen dat het weer vet voor energie kan omzetten, bijvoorbeeld. Dus ga eens aan de slag met je gedachten. De kracht van de gedachten is niet te onderschatten, lieve mensen, want waar je aandacht op vestigt, dat groeit, dat komt in je bewustzijn. En je onderbewustzijn is zo geprogrammeerd dat het je overal gelijk in geeft. En het is ook nog een keer zo geprogrammeerd dat het er alles aan doet om jou je gelijk te bewijzen. Dus als je bijvoorbeeld denkt, het lukt me niet om af te vallen. Dan zegt jouw onderbewustzijn, het lukt me niet om af te vallen. Check, vinkje erbij. Ja hoor, dat gaan we voor je uitvoeren. En dan krijg je al het bewijs dat het je niet lukt om af te vallen. Want die ene broek die zit nog zo strak. En als ik op de weegschaal gestaan, dan ben ik nog te zwaar. Terwijl als jij zou zeggen, ik ben benieuwd wat ik in mijn leven kan toevoegen om me beter te voelen en me nog lichter te voelen. Dan zeg je onderbewustzijn, check, je gaat je nog beter en nog lichter voelen. En dan krijg je al het bewijs dat je je beter en lichter voelt. Dan heb je ineens een andere broek aan die wel een beetje los zit. En je gaat anders lopen, want je voelt je goed. En je krijgt een complimentje van iemand die zegt, zie jij er goed uit? Ben je afgevallen of zo? Dan krijg je alle bewijs die je nodig hebt of die vooronderstelling staven. Goed, ik ga weer even een slokje water nemen. Ik kijk eventjes naar opzij, naar de pagina, om te kijken of er al iemand is die misschien een vraag heeft. Ik ga hem eventjes vernieuwen, want misschien mis ik wel wat hier. En ik realiseer me dat ik erg aan het babbelen ben.
Maar dat komt ook een beetje omdat ik tegen mezelf zit te praten natuurlijk. Dat vind ik heel raar. Ik zit gewoon tegen een stille camera te praten. Oké. Hoi Frida. Leuk dat je er bent. Dankjewel Marjolein dat je eventjes helpt met die link te delen. Even zien hoor. Ik geloof niet dat er vragen zijn. Sorry jongens, het duurt heel even. Dit is ook een beetje nieuw zo. Normaal heb ik een heel team op de achtergrond zitten als ik dit doe op mijn internationale site. Hè, wat ik vertel, die internationale omgeving is een besloten groep waar ik dan maandelijks een presentatie geef. En er zit een heel team achter die dat voor mij bijhoudt. En hier doe ik het op dit moment even alleen. Weliswaar met de assistenten van beminde Marjolein Laudrichs. Ik vind het hartstikke leuk dat je erbij bent en even mensen op weg hebt geholpen. Dankjewel daarvoor. Oké, welkom Doreen en Danny. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. En hartstikke leuk Eline dat jij er bent. En Marjolein, leuk dat jij er ook bij bent. En leuk dat degenen die deze opname bekijken er ook bij zijn vandaag. Die opmerking, ook al kijk je de opname, kan je nog steeds opmerking plaatsen in het opmerkingenveld. Want die krijg ik dan gewoon later. Dan krijg je gewoon later antwoord. Oké, jongens, 3 kwartier ben ik al aan de babbel. Dat is best een tijd. Dus wat hebben we hier nou geleerd? Stagnatie, stilstand is vooruitgang. Stilstand en stagnatie is niks anders dan jouw systeem. Alles wat jou maakt, van het puntje van je hoofd naar het puntje van je tenen. Dat systeem heeft ruimte nodig, heeft tijd nodig, heeft ruimte en tijd nodig om veranderingen door te voeren. Heeft ruimte en tijd nodig om aan jou te laten weten of iets wel werkt of niet werkt. Dus omhels die tijd die je gegund wordt om even bij jezelf te raden te gaan. Oké, nu lijkt er ogenschijnlijk niks te veranderen. Ben ik nog op het goede spoor? Doe ik nog wat ik graag wil? Is dit nog, heb ik nog mijn doel helder voor ogen? Wat heb ik nodig op dit moment? Wat heeft mijn systeem nodig? Heb ik even rust nodig? Heb ik ruimte nodig? Heb ik juist, motivatie nodig? Moet ik mezelf gaan voeden door middel van werkelijke voeding, wat je in je mond stopt? Of energetische, spirituele voeding in de zin van, ik wil iets nieuws leren, of ik wil mijn hart volgen, of ik wil inderdaad lekker dansles gaan nemen. Krijg ik nog wel genoeg binnen? Of dat nou voeding is of iets anders. Kennis, aandacht, liefde. Drink je genoeg? Hey, laten we die niet vergeten. Bij alles wat je doet, drink heel veel water alsjeblieft. Jouw lichaam heeft dat nodig. Je lichaam is een dynamisch stelsel, een dynamisch systeem. En dat dynamische systeem is geen enkele dag hetzelfde. Dus of je nou met je zaak bezig bent of met je lichaam bezig bent, van dag tot dag zou jouw systeem anders zijn. Dus ga mee in die vloeiende beweging die jouw systeem is. Ga er niet tegen vechten. Als je voelt dat het stagneert of moeilijk gaat, ga dan bij jezelf te raden. Wat laat zich hier zien? Wat is er nou werkelijk aan de hand? En je kunt heel veel zelf doen. Je kunt heel veel alleen doen door te voelen. Sommige mensen vinden dat lastig omdat ze het niet geleerd hebben. Nou, dan kan je hulp vragen. Aan mij bijvoorbeeld. Waarom niet? Of bij iemand anders ben je aan de buurt. Als je geïnteresseerd bent in de Gabelin-methode, hoe dat nou zit. Dat is een hartstikke mooi verhaal van die Gabelin-methode. Ik wil het toch eventjes laten zien. Dat is het boek. Gabelin-methode. John Gabriel. Oh. Hele jonge foto van zoveel jaar geleden. John Gabriel viel 103 kilo af. Zonder dieet of operatie. Dat heeft hij niet van de een op de andere dag gedaan. Het is misschien wel leuk om voor de mensen die John Gabriel niet kennen, om even dat verhaal te vertellen. John Gabriel had zwaar overgewicht. Hij is zijn hele leven lang zo'n beetje gedieet. Elk dieet onder de zon geprobeerd. Zelfs met Dr. Atkins gewerkt. Blijft een leuk verhaal. Dr. Atkins die op een gegeven moment tegen hem zei, wat is er mis met jou? Want het lukte hem zelfs niet om met het Atkins dieet af te vallen. En elke keer als John Gabriel zichzelf dwong om af te vallen, viel hij een beetje af om vervolgens te stoppen met de dieet en keihard weer aan te komen met nog een beetje meer. En John Gabriel vertelt het verhaal dat hij op een dag zowel de pizzacourier als de hamburgerbezorgdienst en een jongen die met tacos aankwam voor de deur had staan. En toen dacht hij, nou, dit gaat niet helemaal goed.
Maar diëten werkt niet bij mij. Ik zou er wat voor geven om in ieder geval niet meer aan te komen. Dan maar dik door het leven, als ik maar niet meer aankom. En dat was voor hem het keerpunt om te stoppen met diëten. Hij kwam niet verder aan en hij is gaan onderzoeken wat nou maakte dat het ogenschijnlijk zo moeilijk was voor hem om af te vallen. En dat is de GABA-methode geworden. Het heeft hem 2,5 jaar gekost om de bulk van zijn overgewicht los te laten. Dus na die 2,5 jaar had hij heel veel overgewicht los weten te laten. Maar hij was nog steeds veel te zwaar. En hij heeft er denk ik in totaal iets van 8 jaar over gedaan om te komen tot het punt waarop hij nu is. Een hele gezonde, slanke, hele succesvolle man in de wereld van gezondheid. Maar dat is dus niet over één nacht ijs gegaan. En zoals ik net al zei, van de wetenschappers zeggen dat je hele fysieke lichaam binnen 8 jaar geheel vernieuwt. Nou, als ik dat relateer aan wat John Gable heeft gedaan, is dat eigenlijk wat er is gebeurd. Hij is gewoon meegegaan in die stroom van de vernieuwing van zijn lichaam. Dus misschien ken je de GABA-methode al, misschien volg je hem al. Hartstikke leuk. Misschien wil je er meer over weten. Of misschien wil je weer even een opfrisser hebben over hoe het nou elke weer precies zit. Ik organiseer een GABA-methode workshop binnenkort weer. Ik kan wel eventjes een linkje delen daarover als ik dat zo snel mogelijk kan vinden hier. Workshop in Haarlem op 21 oktober. Ik zet het er later wel even in, want ik kan het even snel niet vinden. 21 oktober en 28 oktober organiseer ik een workshop voor de GABA-methode. Als je geïnteresseerd bent, ik zal de link delen hieronder. Kan je op klikken, krijg je meer informatie. Als je geen tijd, zin, gelegenheid hebt om naar Haarlem te komen om die workshop te volgen, maar je bent wel geïnteresseerd in de GABA-methode, ik bied ook een online cursus aan. Dan kan je in 6 lessen kan je helemaal van de hoed in de rand leren en kan je zelf de GABA-methode thuis toepassen. En wat ik eigenlijk had bedacht, en dat ga ik ook gewoon doen, alle mensen die kijken, of het nou live is of later, ik wil jullie heel graag een korting aanbieden op die online cursus. Dus niet de workshop in Haarlem, maar de online cursus wil ik je 25% korting op aanbieden. Kijk maar of je dat interessant vindt of niet. Ik zal de code hieronder zometeen in de tekst zetten. De code is, de kortingscode die je kunt invullen als je gaat afrekenen, is TLC. TLC. En dat staat natuurlijk voor Tender Loving Care. Want weet je, wees gewoon blij met jezelf. En dat kan. Die GABA-methode is niet alleen als je wil afvallen. Het is voor iedereen die gewoon lekker in zijn vel wil zitten en gezond in het leven wil staan. Dus misschien is dat interessanter. Geef ik nog even mee, omdat het gewoon een prachtige avond is. En omdat het leuk is om dingen weg te geven. Oké, lieve mensen. Ik zie dat het bijna 9 uur is. Ik kan uren doorgaan, want ik vind het hartstikke leuk om kennis te delen. En dat heb je misschien wel gemerkt aan de waterval van tekst die ik eruit heb gegooid. Maar nou ja, dat is wie ik ben. Zo functioneer ik. Ik kijk nog eventjes naar hier rechts naar om te kijken of er nog een vraag is. Misschien zijn er wel vragen, maar krijg ik ze op de een of andere manier niet te zien. Dat kan natuurlijk ook. Waarvoor mijn excuus? Ik hoop dat jullie het leuk vonden op deze manier. Even kijken hoor. Ja, ik zie eventjes niks. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden op deze manier, want ik wil het eigenlijk gewoon vaker gaan doen. Oh, wacht, ik zie een opmerking hier. Frida vraagt, heeft je leeftijd ermee te maken dat het afvallen moeilijker is? En dankjewel Frida dat je het duidelijk vindt wat ik heb gezegd. Heeft je leeftijd er iets mee te maken? Nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het te maken heeft met wat je gelooft. Wat is jouw waarheid? Als je het puur sec bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, als je wat ouder wordt, dan werken je hormonen, je hormoonhuishouding doorgaans anders dan dat je jonger bent. Wat trager. En afvallen heeft alles te maken met hoe je systeem functioneert. Het is een heel verhaal, ik zal er nu niet op ingaan, maar heel in het kort. Pardon. Sturen je hormonen je systeem aan. Dus er is een hormoon die je helpt om vet om te zetten in energie. Leptine is dat. En je hebt een hormoon insuline dat je helpt om adrenaline aan te maken om op stress te reageren. En insuline en leptine kunnen nooit samenwerken. Dus als je in een constante staat van stress zit, kan het hormoon leptine nooit zijn werk doen om vet om te zetten in energie. En naarmate je ouder wordt,
gaan die systemen toch wel wat anders werken. Bovendien is het zo dat als je je leven lang al dieet, dat je testosteron, een ander hormoon in je lichaam die je nodig hebt, ook bij het afvallen, het is even heel gechargeerd dit hoor, want medici zullen ze vast denken, nou zo simpel is het niet, maar heel even breed getrokken. Testosteron is een ander hormoon dat je nodig hebt om spieren, hoe zeg je dat nou, gezond te houden, je lichaam gezond te houden. Het helpt ook bij op gewicht blijven. Het helpt ook bij vet verbranden en omzet in energie. Als je een leven lang hebt gedieet, dan neemt de testosteron af. De testosteron neemt van nature al af, dus als je ouder wordt al. En als je dan hebt gedieet, dan is het extra afgenomen en wordt het dus steeds moeilijker om af te vallen, omdat je die hormooncombinatie nodig hebt om gezond te zijn. Dus wordt het moeilijker naarmate je ouder wordt? Misschien wel. Is het onmogelijk om af te vallen als je ouder bent? Zeer zeker niet. Want je kunt heel veel dingen weer repareren door dingen te gaan toevoegen. Door de juiste voeding te gaan toevoegen, rust te gaan toevoegen. En alles waar de GABER-methode om draait. Ik weet, Frida, dat jij bekend bent met de GABER-methode. Dus ik hoef het jou niet uit te leggen. Voor de mensen die niet bekend zijn met de GABER-methode. Nogmaals, ik ga zo meteen even de linkjes hieronder plaatsen naar onze website en de webshop. En dan kan je daar allerlei informatie vandaan halen. Goeie vraag, Frida. Dankjewel. En leuk dat je erbij bent. Je bent 67. Ik ben hartstikke jong, joh. Frida. Hey. Nee hoor, het is niet zo dat je het nu moet opgeven. Gewoon lekker doorgaan. Doorgaan met wat je doet. En toevoegen. Marjolein zegt, je gaat je in ieder geval beter voelen als je deze methode volgt. Ook als je niet zou afvallen. Dat hebben alle mensen die een GABER-methode volgen met elkaar gemeen, dat ze binnen een maand van het volgen van de stappen toevoegen, zich beter voelen. Meer energie hebben, zich lichter voelen. En dat heeft allemaal te maken ook met ontspanning. Het lichaam gaat zich ontspannen. Als het lichaam in een verhoogde staat van spanning is, is het bijna onmogelijk om af te vallen. Dus waar je mee gaat beginnen is ontspanning in het lichaam te brengen, zodat de cellen weer kunnen functioneren, de hormonen kunnen functioneren op de manier waarop ze ontworpen waren om te functioneren. En we waren allemaal ontworpen om een normaal lichaam te hebben, wat het dan ook is. Voor mij is dit een normaal lichaam, voor jou is een ander lichaam misschien een normaal lichaam. Maar extreem overgewicht en ondergewicht is niet een normaal lichaam. Dat is niet hoe we zijn ontworpen. Dus ons lichaam is gebouwd om op een bepaalde manier gezond te functioneren, ongeacht hoe je eruit ziet. Dus ja. Je gaat je zeker beter voelen als je de GABER-methode gaat volgen. Ik zou gewoon zeggen, kijk er gewoon, als je nog niet bekend bent met de GABER-methode, kijk gewoon even naar de informatie. Kom naar die workshop in Haarlem, het is hartstikke leuk. Echt heel leuk om te doen. En als je daar geen gelegenheid toe hebt, dan is die aanbieding voor de online cursus denk ik een hele goede voor je. Ik kan hem delen. En Frida, de aanhouder wint. Geef niet op. Omhels het plateau. Blijf opkomen. Dagen als het ware. Show up, zeggen we dan in het Engels. Je bent aanwezig. Maar wees ook aanwezig in jezelf. En dat is waar deze webinar over ging. En hoe je dat doet. Oké. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Nogmaals. En ik ben zeker van plan om dit vaker te gaan doen. Als jullie opmerkingen, suggesties, vragen hebben, als er een bepaald onderwerp is waar je graag iets over zou willen weten, als je het leuk vindt dat ik daar een webinar over doe, dan hoor ik dat graag. Oké, ik ga dan even naar rechts of er nog iets is wat ik live hier kan delen met jullie. Leuk dat jullie er zijn. Even zien hoor jongens. Nee, ik denk dat dit het is. Oké. Diana, leuk dat je er ook bent, trouwens. Het is allemaal bekende namen, hartstikke leuk. Oké, lieve mensen, bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat ik jullie hiermee geholpen heb. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Frida. Dag, bedankt, fijne avond. Heb het goed.